Doamna Meijer, 2 minuten. Dank u, voorzitter. Vandaag spreken we hier over de verhoogde terreurdreiging. En het lijkt voor velen van u steeds weer als een verrassing te komen dat Europa doelwit is van islamitische terreur. Dat komt omdat u ondanks de aanslagen in Parijs, Kopenhagen, Brussel, Madrid en Londen nog steeds de verkeerde analyse maakt over waarom het Westen onder vuur ligt en wie het op ons hebben voorzien. En ondanks de vele doden die al zijn gevallen uit naam van de islamitische staat, ontkent u dat deze terroristen hun inspiratie halen uit de Koran. Ondanks dat is vastgesteld dat terroristen de asielinvasie gebruiken om de Europese Unie binnen te komen, doen sommigen hier dat nog steeds af als hysterie. En ondanks de acute dreiging van aanslagen in heel West-Europa, blijft de politieke elite hier nog steeds geloven in de utopie die multiculturalisme heet. Voorzitter, de enige juiste analyse moet zijn dat de islam het grootste gevaar is. De islam die uit is op werelddominantie. Maar er heerst nog een ander groot gevaar in Europa. Het gevaar van de laffe politiek correcte elite die het beestje niet bij de naam durft te noemen, maar wel door hun open grenzenpolitiek het Europese continent met de islamitische invasie laat overstromen. En dat de vele slachtoffers van terreur en aanrandingen, verkrachtingen, nog steeds geen reden vormen om een einde aan deze invasie te maken, is dan ook voor mij onbegrijpelijk. Sterker nog, alleen in de eerste weken van deze maand kwamen er alweer 31.000 asielzoekers in Griekenland aan. Onder hen vast en zeker jihadisten en hordes testosteronbommen, vol minachting voor vrouwen. En dankbaar maken zij gebruik van Schengen. En zonder grenzen, voorzitter, is er geen veiligheid mogelijk. En is niet de vraag of, maar wanneer we de volgende aanslag of georganiseerde massa-aanranding kunnen verwachten. Dus als u echt die verhoogde terreurdreiging en de veiligheid van de inwoners van onze Europese landen serieus neemt, dan wordt het tijd dat u erkent dat de enige oplossing in de strijd tegen terreur het sluiten van de nationale grens is. Het terugsturen van al die zogenaamde asielzoekers naar waar ze vandaan komen en de islamisering van het Europese continent een halt te roepen. Dank u. Mulțumim, domnul Funtulis, 1 minut. Ξαφνικά η Ευρώπη ανακάλυψε την τρομοκρατία. Τόσο το κίνημά μας, η Χρυσή Αυγή, όσο και άλλα εθνικιστικά κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη προειδοποιούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το τι πρόκειται να συμβεί. Μας κατηγορείτε για ισλαμοφοβικούς. Πείτε το αυτό στους γονείς των παιδιών που πήγαν στον Μπατακλάν.